En we hebben ervoor gezorgd dat de logica omgedraaid wordt. Het gaat niet zozeer over aantallen, het gaat over locaties. Hoeveel locaties zijn er? Want vroeger vond men soms zo 3 of 4 ATM's op 1 pleintje. Dat heeft geen zin natuurlijk, je hebt er daar maar 1 nodig. Maar wij wilden die ATM's hebben waar de mensen wonen. Niet alleen in de handelswijken, maar dichtbij waar de mensen wonen. En dat betekent dat er telkens een ATM moet zijn op 2, 3 of 5 kilometer afstand, afhankelijk van de bevolkingsdichtheid. Nu, ik moet wel zeggen, we hebben nog steeds meer ATM's dan in Nederland met eenzelfde bevolkingsdichtheid. En onze bankdiensten, en ja, dat is wel frappant, maar die zijn nog steeds goedkoper dan in de buurlanden. Dat betekent niet dat we dat niet moeten verbeteren, hè? Maar hier is dat precies een voorbeeld van een tussenkomst van de overheid die echt noodzakelijk was en die logica gaat omdraaien. Opnieuw, het gaat gaan over niet zozeer aantallen, want maakt niet uit dat u er nu 4 heeft als ze naast elkaar liggen. Het gaat over wat zijn de locaties.